Hoi hoi allemaal, van harte welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor en ben bezig met het 100 dagen project. Van harte welkom op mijn kanaal. En vandaag ga ik weer verder met mijn 100 dagen project. Ik heb laatst hele leuke happy mail gekregen van Rosé. En daarin had ze een heel leuk stuk washi tape, zelfgemaakte washi tape. Ik denk dat ze het heeft gemaakt op dubbelzijdig tape. Met als basis een servet. En toen dacht ik, dat is gaaf. Dat ga ik ook in mijn 100 dagen project gebruiken. Ze heeft daar overheen nog hele mooie plaatjes geplakt. Stukjes boekpapier. En ik denk ook een beetje gestempeld. Als ik het zo goed kan beoordelen. Dus ik dacht, ik ga dat ook proberen. Nou heb ik alleen mijn washi tape. Of mijn dubbelzijdig tape. Is vrij dun. Kijk, die van haar is wel echt een stuk dikker. En op zich kan dat natuurlijk wel. Maar wat dikker leek me wel leuk. En toen bedacht ik me opeens dat ik eigenlijk dit idee al echt heel lang geleden een keer ergens had gezien. Alleen daar deden ze het met tapijttape. En nou had ik toen bij Action zo'n tapijttape gekocht. Ik weet eigenlijk niet eens meer of ik er een poging aan heb gewaagd. Maar hij lag er dus nog. En ik dacht, ik ga het daarmee proberen. Dit is wel een project waarvan ik denk, oh, dit gaat denk ik uitlopen in een fiasco op een of andere manier. Maar goed, ik ga het toch proberen, want wie weet wordt het hartstikke gaaf. Deze gaat even aan de kant. Ik heb wat servetten had ik uitgezocht. Maar ik heb heel luxe ooit, ik dacht van Maya, servetten gekregen. En die heeft ze al helemaal het wit vanaf gehaald. Dus dat is super deluxe. Daar heb ik dan niet zo heel veel werk aan. En ik vond die eigenlijk wel tof. Met deze neutrale tint. Er zit een beetje blauw in. En ook wel de kleur die past in mijn 100 dagen boek. Dus ik denk dat ik deze maar gewoon ga gebruiken voor het gemak. En als eerst komt de vraag. Ga ik de tape neerleggen en dan de tissue erop of andersom? Maar ik denk eigenlijk dat ik de tape ga proberen neer te leggen. Want waar ik een beetje bang voor ben, is dat dus die tissue er naartoe gaat trekken. En als ik die dan nog vast heb, heb ik het meeste kans dat dat dan misschien nog onder controle te houden is. Deze plakband is wel mega plakkerig. Nou, daar gaan we. Ik wil hem natuurlijk super strak erop hebben. Maar misschien moet ik dat ook een beetje loslaten. 1, 2, 3. Oh, hier heb ik al een bobbel. En dat gaat natuurlijk niet meer weg. Nou ja, dat is waarschijnlijk oefening baat kunst. Want ik heb hier nu zo'n dubbel geplooid dingetje. Maar goed, dat is niet zo heel erg. Want vast is vast. Dat is dan nou wel weer natuurlijk met dit spul. En dan moet ik hem doorknippen. En ik weet, ik doe dat even met mijn vieze plakkerige schaar. Want deze plakband plakt heel erg. Zo. Moet die even aan de kant voordat alles eraan vast zit. En dan ga ik denk ik hier maar aan de achterkant langs de tape opknippen. En dan ga ik gewoon nog een keer proberen. Kijken of ik hem nou zonder plooi erop kan krijgen. Oh, en ik wil er eigenlijk langs knippen, maar ik zit al door dat heen te knippen. Op zich heb je zo natuurlijk wel hele mooie brede washi tape waar je nog van alles op kan doen. Kijk. Hebben jullie veel servetten? Het zijn altijd servetten. Soms zijn servetten zo mooi, dan wil je ze gewoon hebben. En ik heb ook wel eens hele mooie gekregen. Die vind ik dan zelf natuurlijk nooit zulke mooie. Maar wat ik vooral altijd heb zijn kerstservetten. Ik vind kerstservetten altijd super leuk. Je kan maar een tik hebben, hè? Nou. Als je dit dan zo eraf haalt, dan heb je natuurlijk wel een semi-transparant ding.
En wel hele mooie stukken zitten er erop. Even kijken. Zo, ik ga het nog één keer proberen. Ik hoop dat jullie dat niet te saai vinden om naar te kijken. En dan gaan we daarna een stukje proberen te versieren. Eerst weer die rol, want dat werkte wel goed. Ik denk dat het fijn is om controle op de servet te houden. Want dit blijft wel door die stijve gele laag, blijft die wel goed, goed liggen. En ik ga de andere kant. Ik wil eigenlijk toch, hier zit heel veel blauw. Dat ga ik denk dan toch niet zo heel veel gebruiken in mijn 100 dagen boek. Omdat ik dat natuurlijk niet zo heel veel heb toegepast. En dan 1, 2, 3. Nee, ik krijg het niet, weer niet voor elkaar. Kijk, nou heb ik het weer. Nou ja, maar, oh, maar als ik het goed plat schrijf, dan zie je er eigenlijk praktisch niks van. Dus ik moet er misschien ook niet zo zwaar aan tillen, dat het niet helemaal strak opkomt. Ik vind het wel mooi. Het is een mooie servet. Oh, ik heb een idee. Nou is het natuurlijk dat wat stijver door die kant. Zal ik het nog een keer daarnaast meteen proberen? Even experimenteren. Ik heb deze tape toch liggen, enorme rol. Ik ga geen tapijt leggen, dus misschien even zien of ik dat... Kan je zitten stunten, hè? Even kijken... Ik denk dat eigenlijk helpt dat wel heel goed. Want dan is die al een beetje stijver. En dan kan je hem makkelijker er glad op krijgen. Het wordt elke keer beter. Dit is een practice mix perfect dingetje, geloof ik. Kijk, het wordt al... Ik heb hier alleen nog een klein mini plooitje, maar het wordt steeds beter. Ik plak gewoon dat hele ding vol. Die blauwe... Waar veel blauw aan zit, die gebruik ik gewoon een ander keertje. Voor iets anders. Oh, wacht, daar zat hij al bijna vast. En dat wou ik nog niet. Nu. Huh. Nou, deze was dan weer minder briljant. Althans, hier. Maar, lekker loslaten. Gewoon neerleggen en plakken. Klein rimpeltje erin is eigenlijk helemaal niet zo... Lelijk als dat ik dacht dat het zou zijn. Nou, nog een paar. Ik denk dat er nog twee op kunnen. Oh nee, deze zit hartstikke scheef. Maakt niet uit, maar dan is dit wel de laatste die erop past. Want ik denk dat ik dat niet voor elkaar krijg daar. Geeft niks. Want ik heb nu natuurlijk toch, in plaats van zo'n lelijke vieze tapijtrol, ik heb nog steeds wel meer dan genoeg, maar hartstikke toffe washi zelf gemaakt. Nou, misschien kan je het ook wat mooi even zo afscheuren. En dan ga ik dat straks gewoon helemaal netjes langs de randjes knippen. Deze is wel leuk, want hier zit ook een beetje van dat paars-rode aan. Ik denk dat ik deze ga versieren voor in mijn 100 dagen boek. Ik ga even die randjes bijknippen, kom ik zo bij je terug. Zo, de randjes heb ik mooi bijgeknipt. En dan wil ik eigenlijk, dat vond ik wel heel leuk, hoe Rosé dat had gedaan met stukjes boekpapier. Want ik heb hier nog best wel wat plekjes, die zijn wat, ja, er zit eigenlijk niet zoveel op. Dus ik heb hier een stukje boekpapier waar ik ooit op heb geblend, dus daar zit ook al leuk een beetje dat bruine op. En die ga ik gewoon met een pritstift. Of ja, het is eigenlijk geen echte pritstift. Met een lijmstift ga ik die hier op plakken, denk ik.
Zo, en dan had ik ook mijn Reinforcer stickertjes. Ik dacht, daar kan ik nog wel wat extra kleur aanbrengen aan het geheel. Dus hier die Bordeaux rode. En de bruin. Kijk of die. Nee, die laat ik lekker weg. Maar eigenlijk, ja, je zou er natuurlijk ook nog echt de focal point, zoals Rosé dat had gedaan met dat poppetje. Kijk, zoals hier. Maar ik denk dat ik het hierbij laat. En ga ik even een mooi plekje zoeken in het boek. Kijken of we nog ergens een beetje een zij stukje hebben. Wat op zich hier zou het nog kunnen. Maar ik ga nog even verder kijken. Ik zat eigenlijk te denken aan die collagestrip. Om die iets rustiger te maken en deze er zo overheen te plakken. Is dat mooi? Want ik vind hem eigenlijk vrij hysterisch met alles wat er dan nog in zit. Ik zoek eigenlijk daar een beetje meer de rust. Dus ik denk dat ik dit ga doen. Maar ik leg hem er zo op. En dan vind ik eigenlijk dat ik de randen moet beïnkten. Dus dat ga ik eerst even doen. Zodat die... ja, dat vind ik denk ik mooier. En handig is misschien om hem dan gelijk op maat te knippen. Ik denk dat dat een goed idee is. Dus dan probeer ik hem even groot te maken als die side pocket is. En dat is de achterkant van onze enveloppenpagina. Die we eerder al gemaakt hebben. En dit mooie stukje, dat komt vast ook nog wel ergens een keer van pas. Zo, en dan hoop ik dat het me een beetje netjes lukt om hem dan daar tof op te plakken. Zo, ik zie dat ik mijn versiering er even wat betere lijm moet pakken, want dat niet echt werkt hierop. Maar goed, dat komt later. Grappig dat dat zo slecht blijft zitten, want op gewoon papier werkt deze print eigenlijk al prima. Maar goed, even kijken. Voor nu. Kunnen jullie dat een beetje zien? Ik heb hem dus over mijn collagestrip geplakt, omdat ik die dus gewoon niet zo heel mooi in het geheel vond passen. Ik vond hem te druk. En nu piept hij er toch leuk uit. Hebben we daar natuurlijk van alles kunnen ondersteken. En heb ik hier toch een beetje rust aangebracht in dit stukje van het 100 dagen boek. Ik vond het een superleuk idee. Dankjewel Rosé voor deze leuke inspiratie die je mij hebt opgestuurd. Heel onbedoeld voor het 100 dagen project, maar hij heeft er een heel mooi plekje in gekregen. Dankjewel allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie het ook een leuk ideetje vonden en er weer lekker mee aan de slag gaat. Laat me weten onder in de reacties, superleuk. En ben je nog geen abonnee op mijn kanaal? Druk dan op die knop, abonneerknop. Heel erg bedankt. Doei doei!